kwaadaardig tumor hebt, je moet rigoureus geopereerd worden. In jouw lichaam hebben we heel snel maatregelen genomen, we komen heel snel terecht. Jij bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Eerst dat ik iemand in een witte jas zag. Ik zou zeggen, welkom. Dankjewel. Dat je alles naar voren mag brengen, kan brengen wat je wil. Het gaat om uiteindelijk, zoals we dat noemen, om jouw kwesties. Wat vind je van jouw stoma? Misschien is dat een goede vraag. Wat vind je ervan? Ja. Op het moment dat dat verteld gaat worden door een arts, dan schrik je uiteraard. Aan de andere kant is het zo dat tegelijkertijd wordt gezegd dat er geen andere keuze is. Dan kan je gaan twijfelen en natuurlijk twijfel je erover, want ten eerste wordt er gesneden in je lichaam. En ten tweede weet je eigenlijk niet goed wat het wil zeggen. Dat is natuurlijk met zoveel dingen in het leven. Je moet het eerst meemaken voordat je beseft wat het eigenlijk inhoudt. Dan zijn er bepaalde dingen in het leven die je dan misschien wel terug kan draaien. Mm-hmm. Maar helaas met een stoma is dat niet zo. Nee. Toen ik ook uit de operatie kwam en ik voelde dat ik een stoma had, toen dacht ik van ja, dat is onomkeerbaar. Mm. Maar goed, in de hoop dat de ziekte tot staan is gebracht, waarschijnlijk door de operatie. En als dit dan de oplossing is om verder te kunnen leven, mm-hmm. het zij dan met een handicap, ja, dan accepteer je dat. Ten eerste drager ben ik van een ziekte, ja. Toch wel een misschien niet meer zo'n taboe, maar toch wel van een ernstige ziekte. Aan de andere kant mag je hier gelukkig prijzen dat er een oplossing is, en in mijn geval dan door middel van een stoma, zodat je verder kan leven. En als ik er nu over praat, dan zeg ik, ja, we zijn er nog. En als het niet zo was geweest, dan had ik misschien hier niet meer gezeten. Of had de situatie erger geweest. En met een vooruitzicht wat minder positief was dan de situatie die ik nu heb. En we zijn dan? Ja, de omgeving. Nee, je zegt, we zijn er nog. Oh, dat bedoel ik met mezelf. Ja, okay. We zijn er nog, ik ben er nog. En, ja. Ik heb ook wel eens het idee van iedereen ziet het. Ja. Wat dan ook een bevestiging is als je dat hoort, dat dat zeker niet het geval is. Maar je voelt altijd aan je eigen lichaam natuurlijk, ja, je hebt een stoma. Mm-hmm. Dus je lichaam is niet meer zoals het ooit was. Ja. Dan zei je net van, goh, iedereen ziet het, dat denk je dan tenminste. Ja, dat denk je. Is dat van belang? Of mensen dat wel eens zien? Ja, van belang. Van voor belang. Jou? Ja, ik hou er wel rekening mee met mijn kleding bijvoorbeeld. Als ik wat ontlasting heb gehad, dan vind ik dat het niet echt naar beneden zakt. Dus dan heb ik een wat dikkere buik, weet je wel. En dat vind ik voor mezelf ten eerste vervelend. En dan denk ik dat mijn omgeving dat ook ziet. Ik vraag het wel eens aan een kennissenkring of aan vrienden van heb je enig idee of zie je het wel eens of merk je wel eens wat? En dan krijg ik altijd een ontkennend antwoord. Je zei net in het begin van dat het ten gevolge van een toch wel ernstige ziekte is, zeg ik zo begrijpen. Ja, het is tijdens het bevolkingsonderzoek is naar voren gekomen dat ik endeldarmkanker had. Hm. En heeft hij ook gezegd, oncologisch gezien, chirurgisch gezien, zeg ik, je moet rigoureus opereren met als enige consequentie een stoma. Hm. Dus ik ben er op zijn advies afgegaan en uiteindelijk heb ik hem opgevolgd. Ja, maar hij zei tegen jou rigoureus opereren? Ja. Echt? Ja. Letterlijk zo die? Ja. Dat klinkt wel heel heftig. Ja, dat klonk op dat moment heftig, maar ik wist ook wel waar ik direct aan toe was. Dus de twijfel om eventueel te zoeken naar een alternatief, of een alternatief genezingsproces, dat nam die eigenlijk gelijk weg. En de consequentie, hij heeft gewoon op een kinderlijke manier met een tekeningetje op een A4'tje laten zien wat het probleem was. Mm-hmm. Toen hij dat zo rigoureus noemde, ja, dan is de enige consequentie, ik word straks wakker uit de operatie, dan heb ik een stoma. Mm. Dus dat was toch eventjes een knop omzetten. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik dat wel snel geaccepteerd heb. Ja. En toen ik de uitslag kreeg van het is fout, tot aan de operatie, mm-hmm. die periode is heftiger geweest voor mezelf
dan de periode na de operatie. Oké. En waarom is dat? Ja, dan krijg je te horen dat je een kwaadaardig tumor hebt. Mm-hmm. Dan moet je gaan overzien wat er staat te gebeuren. Dat deel je gelukkig met je partner en met de kinderen. Maar dat was voor mij een veel heftiger periode dan eigenlijk na de operatie. Mm-hmm. Ook weer een fase dat je zegt van nou, ik hoop dat je genezen bent en dat je er vanaf bent. En ondanks het feit dat je een stoma hebt, maar we gaan er weer voor. Mm-hmm. Had je dan de indruk dat met het opereren die kwaadaardige tumor weg zou zijn? Ja. Ja, daar was ik gewoon van overtuigd. En dat is ook... Dat hoop ik uiteraard wel. Je hebt die operatie dus laten doen met de veronderstelling dat je daarmee dat kwaadaardige tumor kwijt bent. Ja. Na de operatie is dat nog niet een zekerheid, begrijp ik ook. Wat je nee, dat is natuurlijk geen zekerheid. Want een endeldarmkanker kan uitzaaiingen, dan zeg ik het even uit mijn hoofd, naar mijn lever en longen, geloof ik, zoiets. Dus ja, dan moet je inderdaad een beetje. Maar je ging voor die zekerheid. Zeg, dat begrijp ik dat goed uit jouw woorden? Dat die operatie dus de zekerheid gaf. Ja, ik was ervan overtuigd van de consequentie is. Het pad werd uitgestippeld voor mij. Ja. Dat gaan we doen. Dan ga je 5 keer bestralen. Ja. Dan gaan we opereren. En dan is het goed, ja. Is het klaar. Ja. Als je gaat er naar het onderzoek toe om bedoeling ook om uitslagen te krijgen. Ja, ja. Hoe sta je daar van tevoren tegenover? Doordat ik me erg goed voel, ga ik daar met vertrouwen naartoe. Nee. En kijk ik ook niet op tegen het gesprek wat ik na 2 jaar... Want als de uitslagen zijn zoals ik me voel, dan moet het goed zijn. Ja. Oké, top. Maar het is toch een sluipende ziekte natuurlijk. Mm. En, mijn vrouw zegt altijd, het zijn soldaatjes en af en toe dan staan ze op en dan moeten ze weer neergeslagen worden. Ja. Ja. Dat klinkt als een strijd. Ja, nou, je lichaam gaat toch denk ik wel een strijd aan. Ja, als er gezegd wordt van het risico zit erin dat er uitzaaiingen zouden kunnen komen, dan gaat je lichaam een strijd aan. Mm-hmm. Heb je dat ook zo ervaren dat je dat zelf als persoon als een strijd ziet? Vechten tegen kanker misschien? Of het overwinnen van kanker? Nou, dat denk ik niet, want ik zit niet aan medicijnen of aan een dieet. Dus dan zie je het ook niet als een strijd. Daarnaast, het hebben van een stoma, heeft het iets veranderd voor je mens zijn? Dat is een moeilijke vraag. Nee, ik probeer me zoveel mogelijk mens te zijn zoals ik voor de operatie ook was. Mm-hmm. Maar met het mens zijn, dus het functioneren als het mens zijn, dat is in mijn ogen hetzelfde gebleven. Dat heb ik weer goed op kunnen pakken. Ja. Okay. Iedereen heeft me weer geaccepteerd zoals ik was, zoals ik ben. En ik ben met net zoveel enthousiasme weer bezig. Natuurlijk, je hebt kleinkinderen en je hoopt die nog op te zien groeien. Mm-hmm. Dat was ook het voor mij toen ik de uitslag hoorde van het bevolkingsonderzoek tot aan de operatie, wat ik net ook zei, in die periode, die paar weken. Mm-hmm. Toen besefte ik eigenlijk goed wat er aan de hand was. En toen dacht ik van ja, ben ik er over 20 jaar nog, of over 10 jaar, of over 15 jaar? En, zie ik dan de oudste kleindochter misschien trouwen of studeren of dat gaat dan als een hele snelle film aan je voorbij. Dat, ik gun het ook de kleinkinderen dat ik er getuige van mag zijn en loopbanen op school en het opzien groeien van de kleinkinderen. Ja. Ja. Maar dat is ook omdat je een bepaalde connectie met je kleinkinderen hebt. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dat is niet zozeer rationeel heel erg te vatten, denk ik. Ja, wat. Ik heb een hele goede band met de kleinkinderen. Ja. 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 Maar kijk je zelf anders tegen het leven aan dan voorheen?
Is daar iets veranderd? Het leven op zich niet. Voor jou, hè? Jouw leven. Ja, mijn leven. Ja, ja, ja. Nee. Jouw leven. Is niet veranderd? Nee, eigenlijk sta ik erg positief in het leven. Mm-hmm. En heb ik het geaccepteerd. Ja. Dat dat veranderd is aan mijn lichaam. Nee. Zeg ik het goed dat je eigenlijk voor of na je in je leven niets gewijzigd hebt? Ik ben wel bewuster met gaan eten, eetpatroon bijvoorbeeld. Ja, ik probeer alles uit het leven te halen wat eruit te halen is en te genieten. Maar dat was daarvoor ook al? Dat was daarvoor ook al, ja. Dan wil ik je heel hartelijk danken. Ja, graag gedaan, alsjeblieft. Ja.